Ja, mijn naam is Bart Breij en onder andere op mijn website scarbeer.com testte ik al meer dan 200 draadloze oordopjes en koptelefoons de afgelopen jaren. Nou, in dit vergelijk maak ik samen met Voice de balans op wat is nou de beste koptelefoon voor op werk. Welke heeft goede active noise cancelling, uitstekende belkwaliteit, is lekker om naar te luisteren en comfortabel genoeg om een hele dag te dragen. Dat gaan we checken. Wil je dat nalezen, want het is best een uitvoerige test, dan kan dat via de links onderaan deze video en daar zie je ook de productlinks waar je ze kan kopen. Voor dit vergelijk gaan we uit van de beste ruisonderdrukking, de beste active noise cancelling koptelefoons. Eigenlijk wat lasers steeds aangeven dat het belangrijke aspect is, het belangrijkste aspect voor thuiswerken. Dat hij het omgevingsgeluid in één keer dempt als je een headphone op je oren zet. Nou, dat doen deze vier en dus gaan we die vier testen op de andere kwaliteiten. Nou, in dit vergelijk de Bose 700, het topmodel van Bose voor €350. De Plantronics Voyager 8200, één met een specialisme op belgebied. De Sony WH-1000XM3, deze zijn alle drie rond de €350. En een budgetkeuze, de One Audio A9 die ik al een tijd aan mijn lasers aanrijd, voor €80. Oké, nou eigenlijk heb je voor al deze koptelefoons een handleiding nodig hebben. Zo ingewikkeld en talrijk zijn ze in functies om te bedienen. Maar er is één uitzondering en dat is deze jongen van €80. De One Audio A9 is echt heerlijk recht toe recht aan qua knoppen. Op de rechterkant skip je nummer, ga je er een terug, stel je de volume in. En aan de linkerkant zet je de active noise cancelling aan of uit. Een kind kan de was doen. Nou, de band. Die is wat harder dan de andere koptelefoons waar je dus ronduit veel meer voor betaalt. Maar de kussens, ja, die deuken genoeg in en dat maakt het voor mij comfortabel genoeg om deze headphone een goed gedeelte van een werkdag op te houden. Al worden je oren op een gegeven moment wel warm. Toch de bouwkwaliteit voor dit geld, dikke pluim. Nou, gaan we dan over naar de Plantronics Voyager 8200, dan zie je echt wel een ander soort comfort. De hoofdband is veel gevulder en dikker en dat geldt ook voor de hoofdkussens. Toch, omdat de oorschelpen niet zo groot zijn, vind ik deze niet heel erg prettig zitten. Op een gegeven moment drukt hij een beetje op mijn oren, eerder nog dan de One Audio. Nou, als je naar de knoppen gaat kijken van de Plantronics, dan slik je eerst even. Op de linkerkant allerlei bedieningsknoppen, inclusief een draaischijf voor de volume. En hier kun je de noise cancelling, maar ook het omgevingsgeluid doorlaten met de ambient mode met een drietrapsknopje. Aan de andere kant, daar vind je dan de aanknop en een schuifje om met meerdere apparaten te verbinden en een mute knop voor je microfoon, waardoor je even je microfoon uit kan zetten. Dat heeft deze als enige en we weten allemaal door het videobellen hoe handig dat kan zijn. Ja, de Bose 700 heeft bijna allezelfde knoppen, alleen geen mute knop voor je microfoon. Maar jemig, wat is dit ding futuristisch bijna in vergelijking. De bediening werkt via swipes. Zo zet je de volume omhoog, zo ga je nummer vooruit. Het is eventjes wennen, maar het werkt als een trein. Ja, en het comfort hiervan vind ik ook fantastisch. De oorkussens zijn niet de diepste, de band is niet de zachtste, maar hij voelt licht en toch stevig op het hoofd. Ik kan deze echt voor een lange tijd dragen. Ja, en waar die dan nog ook goed in is, en dat moet echt even benoemd worden, is het schakelen tussen verschillende apparaten. Je kan deze met een tik verbinden aan een laptop en een telefoon. En op het moment dat je op je laptop op pauze drukt en daarna op play op je telefoon, gaat die naadloos over van het ene naar het andere apparaat. De Plantronics doet een poging om dat ook goed te doen, maar daar kost het aanzienlijk meer tijd en het duurt echt even voordat de spraakcommando en de functies worden geactiveerd op de iPhone. Daar kan er echt wel 5 seconden tussen zitten voordat je weer geluid hoort. Bij de Bose gaat het vlekkeloos in één keer. Ja, ook de Sony, de XM3, de 1000XM3 heeft niet de dikste kussens, wel een wat fijnere headband, maar deze zit mij ook comfortabel, ook als brildrager urenlang. Hij zit gewoon licht en stevig op het hoofd. Ook hier is de touchbediening geregeld met veegbewegingen, met swipes aan de zijkant voor volume of een nummer overslaan of teruggaan. Je kan ook je hand op de schelp leggen om even de noise cancelling uit te schakelen en jezelf en je omgeving weer wat beter te horen. Wat in veel omstandigheden net even handig kan zijn om weer een gesprek te voeren. Het comfort en de bediening van deze zijn dik in orde.
Ja, kijk je dus naar comfort en bediening, dan vind ik de One Audio exceptioneel qua kinderlijk eenvoudige bediening. Maar ja, als je een headphone een hele dag wil dragen, dan gaat toch mijn voorkeur uit naar de Bose nog meer dan de Sony. En dat de bediening daarbij ook snel genoeg went en dan prettig wordt ook, is natuurlijk een dikke plus. Ja, dan gaan we naar de actieve ruisonderdrukking, oftewel de active noise cancelling. Het aspect waar je de headphone misschien wel het meest op selecteert. Ja, dan moeten we natuurlijk beginnen met de Bose 700. Die wordt veelal geroemd om zijn active noise cancelling. En dat is volledig terecht. Op het moment dat je deze opzet en de noise cancelling gaat aan, dan verdwijnt het omgevingsgeluid volledig. En ook op een hele natuurlijke manier. Zelfs lawaaiige werkzaamheden in de buurt verdwijnen gewoon van je geluid. Echt heel bijzonder. Je hoeft er niet eens muziek voor aan te staan. En als je muziek aan hebt staan, dan kan die heel zacht staan. En dan nog werkt het als een trein. Ook de Active Noise Cancelling van de Sony WH-1000XM3 is ja, gewoon spectaculair. Je zet hem op en het geluid verdwijnt. Hij doet dat op een iets zuigendere manier. Dat klinkt misschien een beetje raar dan de Bose, maar het geluid wordt echt een beetje weggetrokken. En daarna verdwijnt het ook echt. Nou, als je het hebt over lawaaiige werkzaamheden in de buurt, dan filtert de Bose ze net wat beter eruit. Bij deze hoor je net een klein beetje ruis, een beetje white noise zoals ze dat noemen. Nou, dat is wel echt een ander verhaal met deze Plantronics Voyager. Deze haalt het geluid wel weg, maar toch op een hele andere manier. Met een schuifje activeer je de noise cancelling, maar eerlijk is eerlijk, af en toe moest ik het schuifje daarna nog een paar keer herzetten om te merken of ik de noise cancelling wel aan had staan. Hij dempt wel wat geluid hoor, door de kussens en de zitting van de headphone zelf, maar lang niet op het niveau van de Bose en de Sony. Die halen echt de omgeving weg. Deze haalt ja, de laagste toon uit de omgeving een beetje weg. Het is echt een andere orde. Ja, de active noise cancelling van de One Audio A9 is dan weer aanzienlijk beter dan die van de Plantronics. En dat is knap, want deze kost dus 1/4 van de andere headphones. Je hoort wel wat meer witte ruis op de achtergrond dan bij de andere koptelefoons. Maar het geluid uit de omgeving wordt indrukwekkend weggenomen. Toch, hij doet zijn werk echt goed, maar hij haalt het niet bij de Sony en de Bose. Dat zijn de toppers als het op actieve ruisonderdrukking aankomt, waarbij ik de Bose nog weer net iets natuurlijker vind dan de Sony. Oké, dan naar de geluidskwaliteit, mijn persoonlijke favoriet. En dan beginnen we met de Sony, de XM3. Die is in heel veel reviews geroemd als de best klinkende, de meest muzikale active noise cancelling koptelefoon. Maar anno 2020 vind ik eigenlijk niet dat dat nog steek houdt. Hij klinkt warm en smooth op hoge en lage volumes, maar hij mist ook een beetje midden- en hoge tonen. Gitaren, violen, stemmen, ze komen eigenlijk helemaal niet zo mooi uit de verf. Nou, de One Audio A9 die heeft veel meer detail in het midden en het hoog. Veel meer nadruk. Sterker nog, in een rocknummer, als een drummer op bekkens begint te mappen, ja, behoed je dan maar, want dan hoor je het ook echt wel indringend op deze. Soms is het geluid iets te wild op de One Audio, maar over het algemeen is het geluid lekker levendig en gedetailleerd. Nou, als je het over levendig geluid hebt, dan is de Plantronics ook echt een, ja, een kanshebber. Levendig is zijn middle name. Er zit een pompende bas in. Bij de Sony moet je die nog naar voren halen met een instelling. Hier krijg je hem gratis. En ook de midden- en hoge tonen, die zijn al heel erg nadrukkelijk. De stemmen in dansnummers, die komen heel erg naar voren. Het is een levendig geluid. Ik moet daarbij wel zeggen dat hij in de ruimtelijkheid, dat betekent de plaatsing van instrumenten om je heen, niet heel erg goed is. Het geluid komt vooral van links en rechts. Ja, dan komen we tenslotte bij de Bose 700. Ja, en dat is voor mij persoonlijk echt de sweet spot. Hij is ontspannen eigenlijk. Hij heeft een warm, natuurlijk geluid, maar wel met meer midden- en hoge tonen dan de Sony. Hij heeft meer detail, meer levendigheid in vocalen, in gitaren. Maar ook piano's klinken net even wat natuurlijker dan bij de Sony, maar ook de Plantronics en de One Audio. Het is niet een headphone waarvan je heel snel mee gaat headbangen op actievere muziek, maar het is wel een headphone waar je urenlang lekker naar kan luisteren en die ook met singer-songwriter muziek, ja, zet hem gerust wat harder, want gitaren, vocalen, ze klinken gewoon lekker natuurlijk met die Bose. En ik vind het de meest gebalanceerde qua geluid. Dus ja, qua geluidskwaliteit is er voor mij wel echt een onbetwiste winnaar.
Nou, muziek luisteren is met al deze headphones geen straf. Maar speciale punten gaan naar het energieke opzwepende geluid van de Plantronics en het perfecte uitgebalanceerde geluid van de Bose 700. Dit is echt mijn favoriet in deze test. Ja, dan gaan we naar die andere geluidskwaliteit, de kwaliteit van het bellen. Als je belt met de Voice app of als je video belt met Google Meet en al die andere toepassingen, dan moet het geluid wel goed zijn, je verstaanbaarheid. Vooral, maar ook hoe klinken anderen? Nou, dan beginnen we met de Sony en dan merk ik dat anderen erg natuurlijk klinken. Er zit gewoon een mooi stemgeluid in anderen en dat heb ik volgens mij zelf voor anderen ook. Ik merk ook dat omgevingsgeluid om me heen wordt goed weggefilterd, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de anderen in het gesprek. Die horen niet het lawaai op mijn achtergrond. De Sony levert daarin goed werk. Ja, de Bose, die is ook erg fijn om mee te bellen. Lijkt op de Sony, maar net als bij het muziekkwaliteitverschil merk je ook dat de Bose wat meer midden- en hoge tonen doorgeeft. Waardoor stemmen nog natuurlijker klinken met de Bose. Ja, dan gaan we naar de Plantronics. Plantronics is een merk dat zich specialiseert in bellen. Niet voor niets een geroemd merk, een geliefd merk voor helpdesk en callcenters. En dat merk je met deze Voyager. Hiermee kun je echt overal bellen. Zelfs als je op de fiets zit met wind tegen, dan nog ben je behoorlijk verstaanbaar met deze jongens op je kop. Echt imposant. Gaan we tenslotte naar de One Audio, dan merk je het verschil in budget wel echt. Deze heeft geen microfoonoptimalisatie zoals die anderen dat hebben. Bellen kan wel, maar als er geen geluid in je omgeving is. Zit er op de achtergrond al iemand te praten, dan is die mogelijk net zo verstaanbaar als jijzelf. Ja. En dan wordt bellen met deze jongen al vrij snel onwenselijk. Concluderend liggen hier vier uitstekende Active Noise Cancelling koptelefoons. Maar drie ga ik er in het bijzonder uitlichten. Als eerste de One Audio A9, die voor 80 euro echt uitstekende noise cancelling levert. Mag het van jou niet zoveel kosten, of hoeft dat niet, bespaar het geld, ga voor die One Audio, maar je levert wel in op belkwaliteit. Is belkwaliteit het belangrijkst voor jou en wil je overal kunnen bellen omdat je de hele dag in meetings zit, dan is deze Plantronics de testwinnaar. Overal kun je hiermee bellen, het is werkelijk indrukwekkend. Maar kijk je naar het totale plaatje en zoek je de beste noise cancelling, het beste comfort, uitstekende belkwaliteit en bediening, dan kom ik uit op de Bose 700. Met 350 euro is het de duurste in de test, maar het is zo'n grote allrounder die je de hele dag op kan zetten, kan dragen en wil dragen, dat het denk ik de moeite waard is om even door te sparen.